Blij gaan de Israëlieten weer op reis. Zie je de wolkolom voor hen uitgaan? Mozes gaat voorop en zegt: Kom, we zullen de Heren volgen. Als jij de Heren volgt, zul je ook veilig zijn. Nu gaan de Israëlieten de woestijn sur in. Ze reizen drie dagen en vinden dan geen één plekje met fris water. Al het water wat ze bij zich hadden in hun kruiken gaat op. Kinderen beginnen te huilen. Mama, ik heb zo'n dorst. Maar de vaders en moeders kunnen nergens water vinden. Hoe is dat nu mogelijk? Zorgt de heer niet meer voor hen? Jawel, maar hij wil hen testen, op de proef stellen, of ze hem altijd zullen vertrouwen. Water. De mensen die het, het eerste zien, rennen er naartoe. Maar als ze het water drinken, dan is het verschrikkelijk vies. Het smaakt heel bitter. Ze spugen het uit. Ze noemen de plaats Mara. Dat betekent bitter. De mensen zijn helemaal niet blij. Ze mopperen tegen Mozes en zeggen: Wat moeten we nu drinken? Maar denk jij dat Mozes hen kan helpen? Waarom mopperen ze tegen Mozes? Wat is er beter om te doen als je een probleem hebt? Mozes weet wat hij kan doen. Hij gaat bidden en zegt: Heere, wat kan ik nu doen? De mensen hebben zo'n dorst en ik weet niet hoe ik ze moet helpen. Dan laat de Heere Mozes een stuk hout zien. Mozes moet dat in het water gooien. En dan gebeurt er een wonder. Nu is het water lekker. De mensen kunnen zoveel drinken als ze willen. De dieren kunnen weer drinken. De mensen kunnen zich lekker wassen en ze kunnen hun kruiken weer helemaal vullen. O, oh, wat is de Heere goed voor hen? Wat een les voor de Israëlieten. Nu wil de Heere ook aan de mensen duidelijk maken hoe ze moeten leven. Mozes vertelt hen de woorden van God en zegt: Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere uw heelmeester. God wil ook dat wij naar Hem luisteren, dat wij Zijn geboden houden. Dan zal Hij ons zegenen. Hij zal altijd bij ons zijn. De Israëlieten gaan weer verder op reis. Dan komen ze op een hele mooie plek. Daar zijn twaalf waterbronnen. Ah, weer water. En daar zijn zeventig palmbomen. Wat een mooie plek met schaduw. De naam van die plaats is Elin. Daar, vlak bij het water, kunnen ze weer kamperen. Zolang de wolkolom niet beweegt, mogen ze daar blijven en uitrusten.